gerecht is bijna klaar. Maar hoe smaakt het? Kan het nog een beetje meer zout of peper gebruiken? Daar kan je maar op één manier achterkomen en dat is proeven. Maar hoe wacht, niet zomaar een lepel in je pan steken en je mond in? Want voor je het weet, stop je de lepel weer terug de pan in met jouw slijm, snot, spuug, bacille, corona eraan. Blech! Pak een schone lepel en schep een klein beetje op een ander lepeltje. Stop dat tweede lepeltje in je mond, proef en leg het vieze lepeltje direct bij de afwas. Of spoel deze goed af voordat je weer gaat proeven. Breng op smaak met een beetje zout en peper en dan weet jij tenminste zeker wat jij je gasten gaat serveren. Deze video is mogelijk gemaakt door MK Educatie. Op zoek naar een onderwijsadviestraject op maat? Ga naar mkeducatie.nl.